wat gebeurt er vandaag? Er komen mensen uit Engeland. Ja, die komen hier lunchen en, ja. En we gaan ze interviewen volgens mij. Ja. There are 6 classes coming, so 150 children. En hoe is dat? Ja, leuk. Yeah. Children who are going to visit you are 12 years old. Ah. And one class is 13 years old. Lovely. So. Wat lijkt jullie het leukst? Dat ze gaan zingen. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Ja, yeah. Zeker. Bilingual education is. So 50% of the lessons they're in, all in English. En wat hebben jullie meegenomen? Ik heb vlokken. En ik hagelslag. I hope you make 6 groups. So every class has about 9 or 10 English speakers. So let's have a look where you're going to be. En waar houden jullie zelf het meeste van? Vlokken. En jij? Pindakaas. Nou, gaat beginnen. Spannend of die kinderen een beetje durven te kletsen. Als ze het net zo moeilijk vinden als ik, dan hebben ze een zware door. Really attractive. And the children have made it up. Well, I understand they're going to be singing something to us as well, which would be really interesting for us to hear. We've heard Raleen's choir, of course, but we've not heard her her day job, her teaching, so we're really looking forward to that and meeting these students, of course. You go back to your table, and then the children will start the interview. List 4 songs. After that, they made a lunch. What I said, some lunches will be easy, just bread and chocolate, because that's what the children thought it was typically Dutch. But over here, you see some different things. So I really don't know what they made, but they made something for you. Hoi, ik ben Ryan en ik vind het wel leuk dat het koor er nu is. En nu dat ze er eenmaal zijn. Ik vind het fantastisch. Nou, we hebben uitgelegd wat we met tweetalig onderwijs proberen te doen. Is leerlingen in contact brengen met echte Engelsen. En wat vind je ervan om nu Engels te praten? Nou, het is best wel normaal, want je doet dit in de les al. Zou je ze willen vragen in het Engels nu? Waarom ze in dit koor zijn en of ze het leuk vinden. I'm in this choir because I love singing and I like singing music from all the countries of the world. And I don't read music, so this choir, you learn everything by ear. So it's good and it's a very happy group of people. Welcome to you all. Welcome to the choir, Woven to Chords. I'm sorry that I'm in a meeting, so therefore Reinier will talk to you, and I wish you lots of success and lots of pleasure here in Holland. Thank you that you are here in our school. I'm proud of it. Thank you. We are proud of all our teachers who has made this possible. Especially Roel.
hebben de leerlingen gevraagd, willen jullie de lunch bezorgen voor onze Engelse gasten? Dat hebben ze graag gedaan, heel veel zelf gebakken en zelf gemaakt. Ook weer aan tafel met de Engelsen. Ja, zo creëer je in, ik wil niet zeggen in de hand omdraai, maar dan creëer je een 3-4 uur lang activiteit. Waarin de leerlingen alleen maar Engels praten, ook onderling. Ontstaat. Oh,